Ja, ik vind altijd, als iets onnodig is, dan komt hij altijd harder aan dan wanneer je gewoon weggespeeld bent. Eigenlijk wat we de eerste 20, 25 minuten, misschien 30 minuten, wat wel gebeurde. Want we begonnen natuurlijk heel slecht aan de wedstrijd, heel slecht. Kregen de drukte niet op. Daardoor waren we in balbezit heel onrustig en liepen we achter de feiten aan. En toen zijn we het eigenlijk gaan omzetten om met heel veel risico gewoon 1-1 over het hele veld te gaan spelen. En toen kregen we de grip terug. En vanaf dat moment vond ik dat wij begonnen te domineren en hebben we goed gespeeld. Schokje van die eerste 25 minuten. En waarom overkomt dat jullie, voor zover je kan spreken over overkomen? Ja, ik denk dat ik ze niet goed heb weggezet. En dat we daardoor steeds te laat kwamen. We kwamen niet in de duels. En neem van mij aan, iedere speler die vandaag op dat veld begint, die wil met goed aan een wedstrijd beginnen en die wil in de duels komen. Maar dat kwamen we niet. En pas toen we dus de jongens konden bereiken om door te gaan schuiven en we dus echt 1-1 kwamen. Ja, vanaf dat moment vond ik dat we de grip kregen en dat we ook beter begonnen te voetballen. Ik hoorde Joey Veerman net zeggen, toen hem gevraagd werd of het in die eerste helft werd weggegeven. Nee, dat vind ik niet, want in de tweede helft hebben we ze overhoop gespeeld. En ik vind dat we het daar hebben laten liggen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, nee, je kan natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Je komt na 3 minuten geloof ik al met 1-0 achter. Nou, dat is natuurlijk niet goed beginnen hier. Maar als je dan ziet hoe we de tweede helft spelen, dat vind ik echt geweldig. En dan komen we ook heel vaak in de 16 van Dortmund. Maar ja goed, dan die laatste bal, de moeilijkste bal in het voetbal. Daar waren we dus niet goed genoeg in vandaag. Dus we hebben dat zeker ook, daar heeft Joey gelijk in, dat in de tweede helft laten liggen. Ja, Luc, jij had hem op je schoen in de laatste seconde, in die eindfase. Hoeveel pijn doet dat uiteindelijk mislukt? Nou ja, daar baal je enorm van natuurlijk. Je bent topsport, je wil beslissend zijn, ook op dit soort momenten. Dan gaat het allemaal in zo'n split second, dan moet je handelen en dan mis je hem. Daar baal je enorm van. Maar nogmaals, ik denk niet dat dat de enige kans was. We hebben meerdere kansen gecreëerd of eindpaas die dan net niet goed waren. En dan moet je jezelf belonen, want we speelden echt. Ik vond ze ook echt heel goed spelen. In het veld merkte dat ook. Er was in de tweede helft niks meer aan de hand. En dan moet je jezelf belonen. Jullie seizoen wordt geroemd. Een geweldig seizoen, in de Eredivisie zeker. In hoeverre bepaalt dit nou de glans ook, wat hier vanavond is gebeurd? Dat jullie zijn uitgeschakeld op het hoogste niveau? Nou, ik denk dat ik ben heel trots op het team, hoe we de groepsfase gespeeld hebben. En daar doorgekomen zijn tot de laatste 16. En dan uitgeschakeld worden, wat heel veel pijn doet. Want het was zeker niet onmogelijk vandaag. En dan de glans. Kijk, ik denk dat wij heel, heel trots moeten zijn wat we bereikt hebben. En het liefst dat je natuurlijk de kwartfinale bereikt. Maar hoe wij bezig zijn dit seizoen met elkaar, ook in de competitie. Ik heb denk ik nog nooit zoveel plezier gehad in een seizoen met voetballen. En de manier van voetballen, de manier van domineren van een tegenstander. En dan ook vandaag, dat je dat kan laten zien op dit niveau. En dan helaas net niet in de eindfase af en toe. Maar ik denk dat we een heel, heel mooi seizoen bezig zijn met elkaar. Peter, je zegt ja, ik heb het misschien niet goed weggezet. Heb je dan laten verrassen? Nee. Ik denk niet dat we op dit niveau nog verrast zullen worden. Als je zegt verrassen, wat misschien verrassend was, was dat Rijerson niet speelde. Maar dat is iets wat je natuurlijk niet van tevoren kan weten. Die jongen die zat niet bij de selectie en daarom moest hij met Zule aan de rechterkant spelen. En dat is dan het enige wat misschien verrassend was van hun kant. Maar ik probeer altijd naar onszelf te kijken. En wij kwamen niet in de duels. We waren heel onrustig in balbezit in dat begin. En we kregen vooral de drukte niet op. Dus het werd wel heel veel gelopen door de jongens. Maar zonder de bal af te pakken. En je liep er achteraan. En daarna hebben wij hun achter ons laten aanlopen. Uiteindelijk gaat het om scoren. En dat hebben we dus niet gedaan. Dat je geen druk erop krijgt, dat ziet iedereen, dat is duidelijk. Zijn er ook nog andere dingen waar het dan aan ligt in zo'n eerste half uur? Want je wordt behoorlijk overhoop gespeeld, zeg maar. Ja, nou, maar dat heeft het ene met het ander te maken. Want dat heb je later gezien. Op het moment dat we die drukte wel goed opkregen, zie je dat we dus ook opeens beter aan de bal worden. Maar dat is logisch, want als je alleen maar achter de bal aanloopt, dan is het best moeilijk als je eenmaal die bal hebt om dan rustig te blijven en een goed positiespel te spelen. Dus het ene heeft met het ander te maken, vind ik altijd. Natuurlijk worden er kansen gecreëerd. Het zijn wel behoorlijke kansen, maar het zijn ook niet super levensgrote kansen. Zit dat ook in de kwaliteit van de aanvallers vandaag?
Nou, maar het zit ook in de manier waarop zij verdedigden. Want het was massaal terug achter de bal op eigen helft. En op het moment dat zij veel mensen in de 16 weten te brengen, hebben we geleerd van de wedstrijd tegen Arsenal, dan wordt het moeilijk scoren. Dan zit er altijd wel een been tussen, of dan wordt het lastiger. Dus ook de kans die Luc op het eind krijgt, dan zie je toch van de linkerkant nog iemand weer aankomen. En dat bepaalt allemaal de grootte van de kans. En soms heb je, moet je ook eerlijk zijn, wel een beetje geluk nodig op dit niveau. Niet dat je daarvan afhankelijk moet zijn, maar zo'n bal op de buitenkant paal van Lozano, ja, dan hadden we misschien ook wel een beetje geluk willen hebben. Deze die een geweldige wedstrijd speelde, die bal voorlangs schoot. Ja, dat zat allemaal net even niet mee. Jullie zijn deze Champions League campagne natuurlijk begonnen met wedstrijd tegen Arsenal, waar jullie veel van hebben geleerd. Jullie eindigen hier in Dortmund. Welk woord zou je nou op deze campagne willen plakken? Of woorden? Mooi om mee te maken, niet goed genoeg, net niet. Veel geleerd. Dus er zijn al behoorlijk wat woorden, denk ik, of niet? Ja, nee, ja, ik neem er genoegen mee. In de Eredivisie gaat het natuurlijk uitstekend, meer dan uitstekend. In de beker uitgeschakeld en nu in de Champions League. Hoeveel van de glans van dit seizoen neemt dit weg, een avond als deze? Ja, dat mogen jullie bepalen. Maar voor mij niet, totaal niet. Ik vind, en dat heb ik ook meteen afloop gezegd, ook de woorden trots gebruikt. Als je in dit stadion, met die sfeer, ambiance, uiteindelijk naar een heel moeilijk begin, hè, want het was echt niet goed en heel moeilijk, dat zo weet te draaien, dat je uiteindelijk zo dominant in hun stadion weet te spelen, dat is knap. En daar ben ik gewoon, dat vind ik mooi. Hey Luc, je hebt volgens mij alles gegeven dat eerste half uur om het om te draaien. Je was bijna een soort verkeersregelaar. Hoe moeilijk was dat? Nou ja, je merkt zelf ook dat je de grip er niet op kan krijgen. En dat, dan probeer je met de jongens om je heen te praten. En ik moet zeggen, in zo'n stadion is het toch net zo moeilijk om elkaar te bereiken af en toe. Maar ja, dat, Dan op een gegeven moment werd het inderdaad ook van de zijkant een beetje aangegeven dat we meer moesten doorschuiven. En toen zag je dat we de controle terugkregen. Maar ja, we proberen voorin af te spreken wat we doen. En dan kun je ook niet altijd achter je zien wat er precies gebeurt. En, ja, je had het net over dat je bijna nog nooit zo'n leuk seizoen hebt gehad. Wordt dit zo'n avond waar je nog heel lang aan gaat blijven denken? Ja. Het had zo mooi. Ja, ik heb al meer van dat soort avonden in mijn carrière gehad. Dat als dit, als dat. En dat, ja, natuurlijk ga je hiervan balen. En helemaal met het gevoel dat het erin zat. Als je de twee wedstrijden bekijkt, ja, waren we zeker niet te minder. En hebben we gewoon heel veel fases gewoon gedomineerd van de beide wedstrijden. Dan moet je jezelf belonen. En dat hebben we helaas niet gedaan. Dus daar zou ik zeker nog wel van op terugkijken van balen. Ja, hoe kijk jij naar dat net niet tot echt super grote kansen kunnen komen? Nou ja, jouw laatste kans was natuurlijk wel groot, maar in die tweede helft? Nou ja, dat echt nooit. Zoals de trainer aangaf, ze hebben heel veel mensen direct terug achter de bal als wij tot een aanval komen. En dan hebben ze gewoon heel veel ervaring, heel veel spelinzicht. En dan lezen ze heel veel ballen die we terug proberen te trekken of voor proberen te zetten. En dan hebben ze gewoon veel kwaliteit. En dan is dat moeilijk. En moet je af en toe een beetje geluk hebben dat een bal wel meekrijgt, iemand wel meekrijgt. Of dat een schot binnen en buiten kan paal. Dat soort dingetjes. Ja, op dit niveau moet je dat afstraffen. En dat hebben we op sommige momenten niet gedaan helaas. Peter, jouw ploegen die zijn meestal wel heel goed in het druk zetten en grip erop krijgen. Was je ook verrast over het gebrek aan vermogen in het team zelf om het om te draaien? Nee, hij lag niet aan het team. Dat lag aan mij. Wat heb je dan fout gedaan? Ik had ervoor gekozen om met één man extra achterop in het centrum, dat die dus kon corrigeren. Het is een ploeg die goed kan counteren, die er snel vanaf komt. En we wilden de druk met de mensen die we dus voorop hadden, ze naar een kant dwingen en op die manier de weg afsluiten. Maar dat ging niet goed. Nee, maar dat ging, dat duurde een half uur. Kun je dan niet, kon dat niet eerder? Maar, want ik heb heel hard geschreeuwd, maar ik zag niet één keer een speler omdraaien. Dus dat lukte niet. En dan is het uiteindelijk een oude pupillentruc om iedereen maar één op één. Dat is het eigenlijk, hè? Ja. Nou, kijk, wij, als we hoog druk zetten, gebeurt het bij ons wel vaker natuurlijk. Maar op het moment dat ze en met Volkruk voorop spelen, de lange bal kunnen spelen, daar lopers op krijgen, dan kan dat natuurlijk heel gevaarlijk zijn. Maar daarom vind ik dus dat we het daarna zo goed gedaan hebben. Want tegen diezelfde ploeg
heb je gezien dat zij daarna eigenlijk amper meer gevaarlijk zijn geweest? Of niet? Ik weet het niet eens precies of ze nog wat hebben gehad. Maar we hadden het in ieder geval goed in de greep. En dan zie je dat je vanaf dat moment ook zelf begint te voetballen. Omdat je minder achter de bal hoeft aan te lopen. En zelfs de tweede helft was het zo dat zij alleen nog maar ballen wegschoten op een gegeven moment. En dan is het jammer dat je in die fase niet weet te scoren. Want dat gevoel heb je vanaf de kant dat als we nu dat doelpunt maken... Ja, dan had ik het gevoel dat we er overheen zouden klappen. Je zag bij hun, de wissels die zij moesten plaatsen... was omdat jongens kramp kregen en niet meer konden lopen. Dus, maar goed, dan moet je wel scoren. En dat hebben we nagelaten. Nog even tot slot even over die hele campagne kijken. Je begon natuurlijk met de kwalificatiewedstrijden... om maar eens een keer weer de Champions League te halen. Uiteindelijk hou je net de kwartfinale niet. Hoeveel heb je geleerd? Hoeveel hebben jouw spelers geleerd? Ja, een heleboel. Want dat zie ik eigenlijk wekelijks in Eredivisie terug. Al die dingen die hier wel worden afgestraft, hè, of wat niet lukt... dat neem je weer mee naar de competitie. En we zijn al tegen Stoemgratz, die wedstrijden begonnen. De eerste echte druk die erop stond, maar dat was echte druk... dat was dat je van Rangers moest winnen. Waarbij iedereen ook weer aanhaalde dat het jaar ervoor niet gelukt was. Maar goed, dan de eerste wedstrijd tegen Arsenal, waar je... Als je ook daar weer ziet hoe we daar speelden... dan was dat in balbezit wel aardig, maar kwam je duidelijk tekort. En als je dat dan ziet, hoe we hier deze wedstrijd... Ja, ik vind dat we kans hebben gehad en hebben laten liggen om echt door te komen. Dus daarom maakt het wel zuur, ja. Je ploeg af en toe. Ben je dan kritisch op jezelf? Ja, nee, dat zeg ik net. En ik wil dat bij mijn ploeg wegnemen. Want ik vind dat die jongens absoluut niet kwalijk kan nemen. He, ik stuur ze op die manier het veld in. En dat werkte niet. Ja. Peter, je hebt besloten om niet met Irving Lozano te starten. Snap je dat we dat toch ergens wel verrassend vonden? Gezien zijn ervaring misschien? Jawel. Jawel. Dat snap ik wel. Maar dat vond ik ook wel. En... eigenlijk helemaal toen bleek dat Rijersson niet kon spelen. Want anders dan had hij in dit stadion waarschijnlijk constant achter Rijersson aan moeten lopen. En dat is niet zijn sterkste kant. Maar goed, we hebben dat in de tweede helft omgezet. Ja, je hebt eerder gezegd... Ding doet het niet helemaal goed, nou wel. Het gebrek aan aanvallende opties, daar heb je eerder wel eens iets over gezegd. Hè. Vind je nou, als je deze twee strijd terugkijkt, dat het jullie toch uiteindelijk genekt heeft? Nee, vind ik niet. Want ik denk dat we ons aanvalsspel wel hebben kunnen spelen. En dat we over de twee wedstrijden uiteindelijk, denk ik, genoeg kansen hebben gehad om die wedstrijd eerder te beslissen. Ik zei al voor de wedstrijd dat ik vond dat wij in Eindhoven hadden moeten winnen. Dat je daarmee ook een betere uitgangspositie had gehad. Het zat gewoon heel dicht bij elkaar. En net niet goed genoeg. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Ja, Luc, nog één ding voor jou. Hoe verwerk je zoiets richting zondag? Zie je dat moment nog 80 keer terug vannacht en dan wil je de zondag weer 3 inschieten? Of hoe werkt dat? Nou, ik heb wel vaak ballen gemist in mijn carrière, dus ik kan me daar wel overheen zetten. Maar ja, natuurlijk, ik zal hier zeker nog wel een paar keer wakker van worden vannacht. Daar baal ik verschrikkelijk van. Maar ik ga de volgende wedstrijd gewoon weer in met een goed gevoel om weer die wedstrijd te winnen met ze. Ja, de manier hoe wij dat willen doen en dan ben ik sowieso even vergeten. Is het ergens ook gewoon lekker dat je gewoon zondag weer een topwedstrijd kunt spelen? Ja, maar ik hou ervan om elke week een doordeweekse wedstrijd te hebben. Om de 3-4 dagen wedstrijd te blijven spelen en zo. Ja, daarop kunnen focussen en weer door kunnen gaan. En dan kunnen we dit, het balen van de uitschakeling van de Champions League, hoop ik weer snel van ons afspelen. Zeker. Dankjewel. Ja. Is het verschil dan toch ook... nu staat Süle staat rechtsback. Afgelopen vrijdag tegen Go Ahead Eagles... dan knallen jullie meteen op hun rechtsback. En dan... hun rechtsback. En dan maak je meteen een goal. En nu Süle pas in de tweede helft werd hij eigenlijk opgezocht. Is dat dan toch ook niveauverschil? Wie ik vooral heel onderscheidend de eerste helft vond... was Hummels. Die constant onder de druk uitdribbelde en de juiste voortzetting had. Ik vond dat hij echt liet zien
wat voor niveau die heeft. En dat is een heel hoog niveau. Maar ook dezelfde Hummels, wanneer je ze dus uiteindelijk anders bestrijdt, ziet dat het ook moeilijk wordt om dan weer de vrije man te vinden. Is die vrije man er, dan vindt hij hem. Maar die was het dus niet meer. Ja, dan breng je dus zo'n hele ploeg, denk ik, uiteindelijk ook in de problemen. Misschien een vraag voor allebei. Waar hebben we nu naar zitten kijken? Naar een club, een ploeg die zeg maar een eenmalig topseizoen heeft in Nederland en bijna kwartfinale Champions League speelt? Of is er een fundament gelegd waar je voor jaren op door kan? Allebei, ja. Nou, kijk, het voetbal weet je natuurlijk nooit. Er gaan spelers weer naar een seizoen, er komen weer nieuwe spelers. Maar ik denk wel dat hoe de organisatie in de club nu is, dat we proberen ze wel te bewaken. Dat het team een bepaalde manier van spelen heeft. En een bepaalde kwaliteit heeft binnen het elftal. En dat is dit seizoen hebben een geweldige selectie. Ik denk een van de beste selecties bij PSV waar ik mee gespeeld heb. Dat is altijd zo moeilijk om bij elkaar te houden na een seizoen. Helemaal na zo'n fantastisch seizoen waar we mee bezig zijn, denk ik. Dus dan is altijd de vraag, wie gaan er weg, wie komen er weer? En dan moeten we dat met de jongens die blijven en belangrijk zijn binnen de club proberen te bewaken. De normen en waarden en de manier van spelen. Ja, ik ga weer zeggen dat ik vind dat we een geweldig elftal hebben. Ik zou natuurlijk het liefste deze selectie bij elkaar houden. Omdat ik vind dat er nog steeds heel veel rek in zit. Als ik zie wat we dit jaar al geleerd hebben met elkaar. Door op dit niveau te spelen, dan kunnen we alleen maar beter worden. Ze hebben de leeftijd ervoor. We hadden ook vandaag een aantal hele bepalende goede spelers. Noah Lang, Ismael Sabari er niet bij. En Joey Veerman en een Guus Til die net van een blessure terugkomen. Misschien nog niet helemaal voor 90 minuten 100%. Dan zit er in deze selectie heel veel potentie. En als je zo dicht... En dan is Dortmund geen Europese top, moet je ook eerlijk zeggen. Maar als je zo dicht bij het bereiken van die kwartfinale bent, dan vind ik dat we een geweldige elftal hebben.